Voordat we ons gaan verdiepen in de feesten van Leviticus 23, wil ik met u uitspreken. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Het Joodse jaar telt, net zoals ons jaar, 12 maanden. De eerste maand heet Abib, dat betekent gewoon gerst, want in die maand wordt de gerst geoogst. Na de ballingschap kreeg deze maand de naam Nisan. Nisan is afgeleid van Nisande en dat betekent beginnen. Ik zei al, het Joodse jaar heeft 12 maanden, net zoals ons jaar. En toch is er wat bijzonders mee. Want de maanden in het Joodse jaar hebben ieder maar 29 of 30 dagen, om en om. Dat heeft te maken met de maancyclus van 29,5 dag. De Joden in oude tijden hadden namelijk een maankalender, gebaseerd op de stand van de maan. We lezen daar bijvoorbeeld van in Psalm 104, U hebt de maan gemaakt voor de tijden. We gaan terug naar het Joodse jaar van 12 maanden met gemiddeld 29,5 dag. Dat zijn dus 354 dagen per jaar. En als je dat afzet ten opzichte van een zonnejaar, dan kom je dagen tekort. Daarom wordt er eens per 2 of 3 jaar een 13e maand toegevoegd. De feesten van Leviticus 23 vallen allemaal in de eerste 7 maanden van het Joodse jaar. Die feesten worden heel vaak Joodse feesten genoemd. Maar strikt genomen is dat niet juist, want het zijn feesten van de Heer. Zo lezen we dat ook in Leviticus 23. Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer. En even later, dit zijn mijn hoogtijdagen. In het begin heeft de christelijke kerk de feesten van Leviticus 23 nog volop gevierd. Paulus schrijft bijvoorbeeld in zijn brief aan de Colossenzen: Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Maar op het concilie van Nicea is een verbod afgekondigd om de Joodse feesten te vieren. Zij zijn immers vervuld in Christus. Maar wanneer je ze niet meer viert, vervaagt soms betekenis en doel. Daarbij komt nog dat Jezus in zijn bergrede zei: Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. En onze belijdenis houdt ook de feesten in ere om ons in het evangelie te bevestigen. Ook de feesten die wij niet of nauwelijks meer kennen. We gaan naar het eerste feest, Pesach. Op de 14e dag van de eerste maand wordt de ere van de Heer het Pesachoffer bereid in de avondschemer. In de avondschemer moet het bereid worden omdat de Heere God de Israëlieten in de nacht uit Egypte weggeleid heeft. Pesach moet altijd op dezelfde dag gevierd worden, de 14e van de eerste maand. Dat is de maand Abib. Volgens onze kalender wordt Pesach niet altijd op dezelfde dag gevierd. Dat komt omdat de 12 maanden van het Joodse jaar korter duren dan de 12 maanden van ons jaar. En zo kan het gebeuren dat Pesach het ene jaar in april valt en het andere jaar vroeg in het voorjaar in maart. Houd dat even in gedachten, ik kom daar nog op terug bij het Eerstelingenfeest. Ik kom zo dadelijk ook op Pesach even terug. We gaan nu eerst naar het feest van het ongedezen brood. En op de 15e dag van die maand begint de ere van de Heer het feest van het ongedezemde brood. Ach, gamatzach, daar zit het woord matze in. Ongedezen brood is tranenbrood dat herinnert aan de tijd dat de Israëlieten in Egypte waren en in alle haast daaruit wegtrokken. Ach, gamatzach, het feest van het ongedezemde brood. Eet dan 7 dagen lang ongedezemd brood.
en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen. 7 dagen lang mag er in het hele land bij u geen stukje zuurdesem te vinden zijn. Doe weg wat niet goed is. Zuurdesem, zoals de Joden zeggen, gemets, is een symbool van onreinheid en van wat niet goed is. Als Jezus spreekt over de huichelarij van de Farizeeën, dan noemt hij hen ook het zuurdesem. En daarom, doe weg wat niet goed is. Jezus maakt dat heel concreet in zijn bergreden. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. 7 dagen lang moesten de Joden ongedesemd brood eten. Maar bij die periode van 7 dagen is een bijzonderheid, 2 sabbatten. De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren. Je mag dan niet werken. De 7e dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren. En ook dan mag je niet werken. Dat brengt me op Goede Vrijdag en Pasen. Wij gedenken Jezus' kruisdood op een vrijdag, omdat we in Lucas 23 lezen dat daarna de Sabbat aanbrak. En Jezus' opstanding vieren wij op zondag, en zo lezen we in Marcus 16, dat was de eerste dag van de week. Maar dat betekent dus dat Jezus 2 dagen en 2 nachten in het graf was. Toen Jezus eens een geestelijk en lichamelijk gehandicapte man genezen had, vroegen de Farizeeën aan hem een teken om te bewijzen wie hij was. En Jezus zei toen dat ze geen ander teken zouden krijgen dan van de profeet Jona. Want, zo zei Jezus, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Dus geen 2 dagen en 2 nachten, nee, 3 dagen en 3 nachten. Als Jezus op een vrijdag stierf, heeft hij maar 2 dagen en 2 nachten in het graf gelegen. Maar stel nu dat hij op donderdag stierf. Dan heeft hij inderdaad 3 dagen en 3 nachten in het graf gelegen. Precies zoals hij gezegd had. En vergelijk dat eens met de 7 dagen van het feest van het ongedesemde brood. Begin het met een sabbat en eindig het met een sabbat. Dan zie je dat er 2 sabbaten na elkaar komen. De wekelijkse sabbat op zaterdag en een bijzondere sabbat op vrijdag. Bijzonder, zoals ook de evangelist Johannes daarover schrijft. In de tijd van Jezus werd het feest van het ongedesemde brood ook Pesach genoemd. En waren de 2 feesten als het ware 1 feest geworden. Het Pesachfeest begint met de maaltijd, de sederenmaaltijd. Seder betekent volgorde. 15 gebruiken en gerechten worden in de vaste volgorde gebruikt. Ik ga niet alle gebruiken en gerechten toelichten. Ik beperk me tot het breken van het brood en het drinken van de wijn. Jezus gaf aan die elementen een heel bijzondere betekenis. Het breken van brood en het drinken van wijn zijn de belangrijkste elementen van de sedermaaltijd. Joden die vinden dan ook dat iedere Jood ten minste brood moet eten en wijn kunnen drinken. En daarom wordt tot op de dag van vandaag een collecte gehouden voor armen, opdat ze ook zij Pesach kunnen vieren. En juist die 2 elementen heeft Jezus een heel bijzondere betekenis gegeven. En zo van zijn laatste seder een eerste avondmaal gemaakt. Op de sedertafel liggen naast de sederschotel 3 matzes. Wat de betekenis van de 3 matzes is, is onduidelijk. Er zijn heel wat verklaringen voor. Bijvoorbeeld het symbool van de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Maar anderen menen dat de 3 matzes symbool zijn van God, priesters en Israël. Volgens de Bijbel is het... Het is het tranenbrood dat u, zolang u leeft, zal herinneren aan de dag waarop u wegtrok uit Egypte. Daarom wordt de middelste matze gebroken. Breken met wat was. Pesach is het feest van herinnering en verwachting. Herinnering aan wat was, de uittocht uit Egypte, en verwachting van wat komt, de komst van de Messias.
In een uitzending van de EO gaf een Messias-belijdende Jood een prachtige uitleg van de drie matzes en het breken van de middelste. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En God de Zoon ertussenuit naar de wereld. Zijn lichaam verbroken, gaat terug naar zijn vader. En een deel van hem blijft verborgen hier op de aarde. En degene die hem vindt, heeft prijs. Halleluja. De hoofdprijs, de redding in zijn zoon, Jezus Christus, Yeshua. Wat je krijgt, is Yeshua, en dat betekent Yeshua, redding. En dat is de hoofdprijs, redding uit de nood, redding uit de dood. Tijdens zijn laatste sedermaaltijd heeft Jezus aan het breken van het brood een heel nieuwe betekenis gegeven. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf het de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. Pesach is ook het feest van de verwachting van de komst van de Messias. Maar voordat de Messias komt, moet eerst Elia komen. Elia komt terug, allereerst om de Messias aan te kondigen, maar ook om alle onduidelijkheden uit de wet en de profeten te verklaren. En daarom wordt tijdens de Pesachmaaltijd de deur op een kier gezet, een stoel voor Elia klaargezet en is er een speciale wijnbeker voor Elia. En dat brengt me op het andere belangrijke element van de Pesachmaaltijd, het drinken van de wijn. Wijn is het symbool en bevrijding van verlossing en daarom drinkt men tijdens de sedermaaltijd 4 bekers wijn. En Jezus heeft tijdens zijn laatste sedermaaltijd aan de wijn een heel bijzondere betekenis van bevrijding en verlossing gegeven. Toen hij de 4e beker nam en die aan zijn discipelen gaf, zei hij: drink alle hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed voor het verbond dat voor velen wordt vergoten, tot vergeving van zonden. Tijdens de maaltijd worden 4 bekers wijn gedronken, omdat in de Torah, met name in Exodus 6, 4 uitdrukkingen voor verlossing en bevrijding gebruikt worden. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen. En ik ben de Heer die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Maar het zou kunnen zijn dat er nog een 5e uitdrukking voor verlossing gebruikt wordt, namelijk: ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En dat zou betekenen dat ze 5 bekers tijdens de maaltijd moeten drinken. Maar ja, als het niet zo is, als er maar 4 uitdrukkingen zijn, dan moet je 4 drinken. Nou, daar hebben de Joden wat op gevonden. Tijdens de maaltijd drinken ze 4 bekers wijn en na de maaltijd nog een beker wijn. En die beker noemen zij de beker van Elia, want Elia zal eens terugkomen om alle onduidelijkheden in de Torah en ook deze uit te leggen. En juist deze beker, die 5e na de maaltijd, heeft Jezus genomen en ook daaraan een bijzondere betekenis gegeven. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Zijn laatste sedermaaltijd heeft Jezus dus 2 keer aan een beker wijn een heel andere betekenis gegeven. Tijdens de maaltijd werd de wijn zijn bloed, het bloed van het verbond tot vergeving van zonden. En na de maaltijd opnieuw, de beker van Elia, werd de beker van het nieuwe verbond dat door Jezus bloed gesloten wordt. En zo heeft Jezus door aan het brood en de wijn van de sedermaaltijd een nieuwe betekenis te geven, Pesach gemaakt tot het gedenken van zijn lijden en sterven en het vieren van zijn verlossing van zonden. Daarmee komen we aan het 3e feest van de Heer, het Eerstelingenfeest. Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van je gerstenoogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof omhoog heffen op de dag na de Sabbat. Yom HaBikurim, wat opvalt, is dat voor dit feest geen datum genoemd wordt, zoals voor de andere feesten.
De enige aanwijzing die gegeven wordt is, zodra de gerstenoogst binnen is, moet de priester een garve gerst omhoog effen op de dag na de Sabbat. De vraag is, welke Sabbat moet je dan kiezen? De wekelijkse Sabbat, de ene, of een week later? Uiteindelijk heeft men gekozen voor de eerste Sabbat van het feest van het ongedezende brood en werd het eerstelingenfeest gevierd op de 16e dag van de eerste maand. Maar omdat Pesach de ene keer in april viel en dan weer eens in maart, kon het gebeuren dat de gerstenoogst nog niet eens klaar was als het feest van de eersteling gevierd zou moeten worden. Kijk maar. Al heel gauw kwam het eerstelingenfeest in de schaduw te staan van het feest van Pesach en ongedezende brood. Zo zelfs dat het helemaal niet meer gevierd werd. Het lijkt alsof het eerstelingenfeest ook uit de Bijbel is verdwenen. Je komt het niet meer tegen. Of toch wel, Jezus zelf heeft het letterlijk tot nieuw leven gebracht. Hij is opgestaan uit de dood. En zo heeft Jezus het eerstelingenfeest vervuld en tot Pasen gemaakt. Het volgende feest, het wekenfeest, Shavuot. We lezen erover in Leviticus 23. Vanaf die dag, na de Sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten 7 volle weken worden afgeteld. 50 dagen moeten jullie aftellen. En dan moeten jullie de Heer graanoffer aanbieden uit de nieuwe tuiweoogst. De 7 weken tussen het eerstelingenfeest en het wekenfeest heet de omertijd. Het is een sobere tijd. Je mag geen muziek maken of er naar luisteren. Je mag je niet scheren en je mag niet trouwen. Het wekenfeest is een oogstfeest, het feest van de eerste tarweoogst. Maar als je op het plaatje kijkt, kun je geen tarwe vinden, wel een mand. Daarover wordt in Deuteronomium 26 gesproken. U zult er de oogst kunnen binnenhalen als u daarvan dan het eerste en het beste deel in een mand meeneemt naar de plaats die de Heer uw God zal uitkiezen. Het wekenfeest was dus een typisch oogstfeest. Maar als we nog eens naar het plaatje kijken, ontdekken we ook andere dingen. Een boekrol, 2 stenen tafelen, de wet. Dat klopt, want na de ballingschap is het wekenfeest vooral het feest van Gods wet geworden. De Joden denken, sinds de tijd van de Essenen, dat God de Torah de Sinaï heeft gegeven. Precies op de dag van het wekenfeest. Doordat God zijn wet aan Israël gaf, werd Israël echt het volk van de Heer. Of zoals de Joden dat ook zeggen, werd het volk van Israël geboren. Zo was het wekenfeest in de tijd van Jezus ook het feest van de Torah van God. Toen God in donkerte en vuur zijn wet op Horeb gaf, is Israël volgens de Joodse traditie in slaap gevallen. En daarom blijven de Joden in de nacht van Shavuot de hele nacht wakker om de Torah te bestuderen. En eten en drinken zij melk en melkproducten, want omdat de Torah nog niet gegeven was, wisten ze ook nog niet wat rein en onrein was. Ze waren dus als het ware in afwachting van Gods woorden, van Gods wet. Zo vreemd is het overigens niet dat men wakker bleef in de nacht voordat een feest plaatsvond. We lezen daar bijvoorbeeld over in Jesaja 30. Maar bij jullie zullen liederen klinken zoals in de nacht van heiliging voor een feest. Zo waren ook de discipelen in de nacht van Shavuot wakker om de Torah te bestuderen in afwachting van Gods woord. En toen werd op hen de Heilige Geest uitgestort. En al die mensen die net zoals zij wakker gebleven waren om de Torah te bestuderen, hoorden het geluid en stonden stom verbaasd over wat er aan de hand was, dat de discipelen allerlei talen spraken. Maar anderen zeiden, kom op, loop door, ze hebben zich niet aan de Joodse traditie gehouden. Ze hebben wijn gedronken. Ze zijn dronken. Petrus heeft hen toen verteld dat God zijn wet in Jezus Christus vervuld heeft. En nu op Shavuot zijn Heilige Geest gestuurd heeft. En zo Shavuot tot Pinksteren gemaakt heeft. We gaan nu naar de 7e maand, naar het 5e feest, nieuwjaar. Of zoals de Joden zeggen, Rosh Hashanah. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, de eerste dag van de 7e maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die als heilige dag samen moet vieren. Maar zult u zeggen, de eerste maand is toch de maand Abib? Dat klopt, op 1 Abib begint het religieuze nieuwjaar. En dan is er nog wat bijzonders voor Rosh Hashanah. Op de eerste dag van de maand moeten de hoorns schallen. De shofar,
Op zich niet bijzonder, zou u zeggen, want zodra een nieuwe maand aanbreekt, moet op de shofar geblazen worden. Voor het aanbreken van een nieuwe maand hadden de Israëlieten dus niet alleen een visueel teken, maar ook een akoestisch. De eerste dag van de zevende maand was echter een heel bijzondere dag, want het is precies halverwege het jaar, 6 maanden ervoor en 6 maanden erna. Op de eerste dag van de zevende maand komen begin en einde samen. Daarom wordt Rosh Hashanah het hoofd van het jaar genoemd. Volgens de Joodse traditie schiep God de wereld op de eerste van de zevende maand. Maar vanwege de zonde van de mens wilde God de aarde ook weer op de eerste van de zevende maand vernietigen. God heeft dat echter niet gedaan. Gaf de mensen uitstel om zich te bezinnen en zich te bekeren, zodat het weer goed komt tussen God en mensen. De shofar wordt dan op een bepaalde manier geblazen. Ik laat het nog eens horen met de verklaring die daarbij hoort. Tot op de dag van vandaag wordt het nog zo gedaan op Rosh Hashanah. Dan gaan ze met z'n allen naar een rivier of naar een meer, breken daar brood, gooien dat op het water als symbool van het wegdoen van je zonden. Brood drijft dan weg of wordt opgegeten door de vissen. Volgens de prediker is dit echter ook lucht en leegte. Vroeg of laat kom je je zonden weer tegen. En daarom is het ieder jaar weer opnieuw Rosh Hashanah. Kom tot bezinning, tot verzoening. Zorg dat het weer goed komt tussen mensen en God. In die volgorde zoals Jezus ons dat geleerd heeft. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter, ga je eerst met je ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Met Rosh Hashanah eten de Joden een zoete appel met honing. En dat is als herinnering aan de wet van God die waard is om je leven aan te toetsen. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn zoeter dan honing vers uit de raad. En daarom kregen de Joden ook 10 dagen de tijd om hun leven op die wet te toetsen. Het is dan ook niet zonder reden dat Esra na de ballingschap de wet juist op de eerste dag van de zevende maand ging voorlezen. Aan het begin van de zevende maand verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. Men vroeg Esra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein voor de waterpoort las Esra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet. 10 dagen van Rosh Hashanah tot Yom Kippur. Echo daarvan kenden we in de voorbereiding op het avondmaal. 8 dagen van zelfbeproeving. In sommige kerken wordt het eerste deel van het oude avondmaalsformulier de zondag voorafgaand aan de avondmaalsviering gelezen. Om tot versterking van ons geloof het avondmaal te vieren, moeten we in de eerste plaats ons vooraf naar de schrift beproeven. We komen aan het volgende feest, Grote Verzoendag, Yom Kippur. De Heer zei tegen Mozes, neem dit in acht. De 10e dag van de 7e maand is het Grote Verzoendag. Een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Yom betekent dag, Kippur, uitwissen of wegdoen. Dus je kunt beter spreken van Verzoendag, zoals in de meeste buitenlandse vertalingen is gedaan. Yom Kippur heeft ook met de wet te maken. De Joden geloven dat Mozes op de 10e dag van de 7e maand voor de 2e keer de wet van de Heere God ontving. De Heer zei tegen Mozes, hak 2 stenen platen uit, gelijk aan de vorige. Dan zal ik op die platen de geboden schrijven die ook op de eerste stonden, die jij stuk gegooid hebt. Ook toen is Mozes 40 dagen op de berg geweest. Daarom nemen heel wat Joden geen 10 dagen voor berouw en bekering, maar 40 dagen. Rosh Hashanah schuift dan als het ware 30 dagen naar voren,
naar de eerste van de zesde maand. Yom Kippur, een bijzonder feest van de Heer. De tiende dag van de zevende maand is het grote verzoendag. Een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Jullie moeten die dag in onthouding doorbrengen. Je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, want het is grote verzoendag. Jullie moeten die dag in onthouding doorbrengen. Yom Kippur is de enige vastendag die in de Bijbel wordt voorgeschreven. De Joodse traditie kent weliswaar veel meer vastendagen. In de Bijbel worden er wel 12 genoemd. Maar zoals gezegd, Yom Kippur is de enige die voorgeschreven is. En dat vasten betekent niet slechts op water en brood leven. Nee, het gaat veel verder. Je mag helemaal niet eten of drinken. Je mag je niet baden of wassen. Geen parfum of jezelf opmaken. Geen leren schoenen dragen. Geen seks. Een man en vrouw mogen elkaar zelfs niet aanraken. Een beetje vreemd misschien. Geen leren schoenen dragen, geen seks. Dat doet terugdenken aan de zondeval in het paradijs. Eerst was alles zuiver en daarna maakte God van dierenvellen, leer dus, kleren voor Adam en Eva. Op Yom Kippur mag niet gewerkt worden. Maar zult u zeggen, dat is toch niet zo bijzonder, want dat mag niet op het feest van het ongedecemde brood. Het mag niet op Shavuot, het wekenfeest. Het mag niet op Rosh Hashanah. En, zoals we zo dadelijk zullen zien, het mag ook niet op het Lofhuttenfeest. Maar voor Yom Kippur wordt wel 3 keer gezegd dat je niet mag werken. In vers 28, vers 31 en vers 32. En daarom noemen de Joden Yom Kippur de Sabbat van de Sabbatten. 2 belangrijke elementen dus op Yom Kippur. Onthouding van zowel voedsel als arbeid. En dat is bedoeld om je helemaal op God te richten. Het is ook de enige keer, naast soms op Rosh Hashanah, dat men in de synagoge tijdens het gebed, de Kol Nidre, gaat knielen. Het Kol Nidre is een gezongen gebed. Je helemaal richten op God, urenlang en zeer uitgebreid. We lezen daarover in Leviticus 16. Eerst moest de hoge priester zich wassen, dan linnen kleren aantrekken, vervolgens de reinigingsoffers brengen. Pas dan kon de verzoening plaatsvinden. Van de Israëlieten moet hij 2 bokken voor een reinigingsoffer in ontvangst nemen. De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen. Nadat Aaron de verzoeningsrieten heeft voltrokken aan de heilige ruimte, moet hij de andere nog levende bok laten brengen. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee naar een verlaten gebied. Zo werd Jezus verlaten van God. Yom Kippur, urenlange voorbereiding. Wij kunnen vrij en op elk moment naar God toe gaan door Jezus Christus. Yom Kippur, verzoening. Eens per jaar, Jezus, verzoening, eens voor altijd. Yom Kippur hoeft niet meer, verootmoediging voor God wel, evenals het vragen om vergeving van zonden. Want wie niet weet van zonde, kan niet van genade leven. Zo komen wij tenslotte aan het laatste van de 7 hoogtijdagen voor de Heer, het Lofhuttenfeest. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, op de 15e dag van de 7e maand begint de ere van de Heer het Loofhuttenfeest, dat 7 dagen duurt. In Leviticus 23 lezen we een heel stel dingen die de Joden moeten doen. 2 keer een Sabbat houden, iedere dag een offer brengen, vruchten en takken plukken, 7 dagen feest vieren, 7 dagen in de hut wonen, ieder jaar weer opnieuw vieren. 2 ervan zullen we nader bekijken.
plukken van takken en vruchten en 7 dagen in de loofhut wonen. Vruchten en takken moeten geplukt worden om er een lulaf van te maken. Een lulaf bestaat uit een palmtakje, een myrtentak, een wilgetak en een etrog. Een etrog is een soort van citroen, maar dan wat zoeter. Elk van de takjes en vrucht van de lulaf hebben een verschillende geur of smaak. Een wilgetak heeft geen smaak en geen geur. Een myrtentak heeft wel smaak, maar geen geur. Een palmtakje heeft geen smaak, maar wel een geur. En een etrog tenslotte heeft wel smaak en wel een geur. De lulaf is het symbool van het volk van Israël. Er zijn Joden die de wet niet kennen en ook niet doen, de wilgetakken. Joden die de wet niet kennen, maar op de een of andere manier wel doen, de myrtentakken. Joden die de wet wel kennen, maar niet of nauwelijks doen, de palmtakjes. En Joden die de wet kennen en doen, de etrogs. Maar samen vormen ze het volk van Israël. Wat één tekort heeft, heeft de ander teveel en samen zijn ze één. Eigenlijk is de lulaf ook het symbool voor de Nieuwtestamentische kerk. Aanvankelijk dacht ik daarbij aan geloof en aan kennis. Kerkleden met veel of weinig geloof, kerkleden met veel of weinig kennis. Maar over geloof en kennis kan ik niet zo goed oordelen, dat zit meer aan de binnenkant. Ik koos daarom voor kerkleden die wel of niet wat met traditie of met vernieuwing hebben. Er zijn kerkleden die niks met traditie hebben, maar ook niks hebben met vernieuwing, wilgetakken. Kerkleden die niks van traditie moeten weten, maar vol zijn van vernieuwing, myrtentakken. Kerkleden die hechten aan traditie en van vernieuwing niks moeten hebben, palmtakjes. En er zijn kerkleden die de traditie eren, maar ook de vernieuwing omarmen, de etrogs. En over al die mensen heeft Paulus het. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Er worden ook takken geplukt om daarvan een hut te bouwen, een sukkoot. Moeten ze 7 dagen in wonen. Of op zijn minst 1 maal per dag een maaltijd gebruiken. De Sukkot herinnert aan de tocht door de woestijn. 7 dagen lang moeten jullie in hutten wonen. Om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen. Toen ik hun uit Egypte wegleidde. Het is een hut met een half open dak. Een half open dak geeft bescherming en beschutting. En tegelijkertijd houdt het zicht op de hemel. En de Sukkot is zo... Het symbool dat God beschut en beschermt bij een open hemel. Sukkot, het Loofhuttenfeest, is een oogstfeest waarop uitbundig feest gevierd mag en moet worden. 7 dagen lang. Een soort van dankweek voor gewas en arbeid. 7 dagen lang. Wat een verschil. Sukkot, 7 dagen feest. Dankdag, 1 uur danken. En met dit laatste feest wordt de cirkel van de hoogtijdagen van de Heer gesloten. Christus heeft al deze feesten vervuld. Pesach werd Goede Vrijdag. Ongedezen brood werd avondmaal. Eerstelingenfeest werd Pasen. Wekenfeest werd Pinksteren. Rosh Hashanah werd bezinning, voorbereiding op avondmaal. Verzoendag werd verzoening door Christus. Loofhuttenfeest werd God danken voor alles. En vanuit deze nieuwtestamentische feesten van de Heer mogen wij uitzien naar het feest van de Heer, de bruiloft van het Lam op de nieuwe hemelaarde. Ik wens u Gods zegen toe. Shalom, shalom.
van.